Hey jongens, Joe, hoop dat alles goed gaat met iedereen. Het is ondertussen 12:15 s'nachts. En ik neem aan dat er heel veel mensen al aan het slapen zijn. Maar ik wil het toch even hebben over een uitzending van Veronica Offside. Dat was een uur geleden werd het uitgezonden. En dat was met Clarence Seedorf als gast. En Wilbert Genee was de presentator van de uitzending. En naast Seedorf zaten ook aan tafel Wesley Sneijder en Wim Kieft. En Clarence Seedorf en Wilfred Gené, die hebben een geschiedenis met elkaar. In 1992, zoek maar op YouTube, heeft Wilfred Gené ook eens een keer Clarence Seedorf geïnterviewd. En dat schuurde ook enorm. En dan kan je wel zeggen dat in dat interview, Clarence Seedorf was nog maar 16. En Wilfred Gené was 25, was in 1992, dus 32 jaar geleden. En Clarence Seedorf was een stuk volwassener en een stuk kritischer dan Wilfred Gené toen was. Maar nu waren de rollen een beetje omgedraaid. Wilfred Gené wilde echt wat van Clarence Seedorf vragen. Dus die kwam met voorbereide vragen naar Clarence Seedorf. En Seedorf die voelde zich telkens een beetje leek, zo leek het. Dat is mijn subjectieve mening. Dat hij zich beledigd voelde. En Wilfred Gené was gewoon een beetje kritisch. En die stelde allemaal vragen over een toernooi wat Clarence Seedorf organiseert en over zijn reactie op de racisme die jegens Vinicius Junior is. Vinicius Junior krijgt in heel veel Spaanse stadions krijgt die last van racistische spreekwoorden. Vreselijk, racisme jongens, moet de wereld uit. Kan gewoon niet langer, het is 2024. En ja, ook bij dat soort vragen wilde Clarence Seedorf niet erover praten. En Clarence Seedorf is een ongelooflijk slimme vent. Spreekt 6 talen vloeiend. Zijn bijnaam bij AC Milan was Il Professore. De professor, je raadt al. En Clarence Seedorf was echt een voorbeeldprof. Hij heeft van 1992 tot 2014 heeft hij continu op het hoogste niveau gevoetbald. Bij Ajax, bij Inter Milan, bij Sampdoria, Real Madrid, Botafogo, AC Milan. Noem het maar op. En hij was een van de beste middenvelders aller tijden. Clarence Seedorf had een fantastische carrière. En ik moet ook zeggen, Clarence Seedorf is mijn favoriete voetballer ooit van het Nederlands voetbal. Hij is mijn favoriete voetballer die ooit in Oranje heeft gespeeld. En ik ben een groot fan van Clarence Seedorf. Maar zoals vandaag aan de tafel ging met Wilfred Gené, het botste, het schuurde. Het was niet leuk om naar te kijken. Tenminste, ik vond dat Clarence Seedorf, die is van nature is hij al heel zelfverzekerd. Maar ik vond zelfs dat hij een beetje arrogant overkwam. En ik vond het geen goede uitzending. Wesley Sneijder en Wim Kieft kwamen eigenlijk nauwelijks aan het woord. Het was vooral ongemak tussen Clarence Seedorf en Wilfred Gené. En wat Wilfred Gené ook vroeg aan Clarence Seedorf. Ik vond dat Wilfred Gené best wel goede vragen stelde. Clarence Seedorf wilde er niks van weten. En nogmaals, hij voelde zich beledigd. Leek het wel. En misschien wel voelde, dat weet ik ook niet zeker, maar misschien voelde Clarence Seedorf zich te goed voor deze uitzending, voor het programma Vandaag Offside. En Veronica Offside, zo heet het programma. En het was gewoon ongemakkelijk. Het schuurde, het botste. Het werd ook een paar keer benoemd in de uitzending. Het was niet al te goed. En het was niet heel erg. Clarence Seedorf is geen joviale figuur. Want een paar jaar geleden was hij ook bij de Wereld Door. En toen had hij het ook over zijn imago. En over dat hij overstrepen had hij het, zeg maar. Dat als je veel hebt bereikt als voetballer, dat je dan meer respect hoort te verdienen. Dat is ook zo. En dat zijn we in Nederland zijn we daar niet heel goed in. In onze toppers. Respecteren of waarderen. Er is altijd een maar in Nederland. Dat moet ik ook even toegeven. Maar zoals Clarence Seedorf zich vandaag gedroeg. Dat was gewoon niet leuk. En ik snap dat Wilfred Gené er enorm van baalt. Van het interview. En het was hetzelfde als in 1992. Toen schuurde het ook al tussen Clarence Seedorf en Wilfred Gené. En dan denk ik bij mezelf. Clarence Seedorf, je promoot een toernooi. Je eigen toernooi. En gedraag je dan een beetje. Wees een beetje leuk. Weet je. Ik heb
Echt, Clarence Seedorf heb ik hoog staan, jongens. Het is mijn favoriete, misschien wel mijn favoriete voetballer aller tijden, Clarence Seedorf. En ja, ik vind het gewoon heel jammer en teleurstellend hoe de uitzending was verlopen. En ik had een beetje medelijden met Wilfred Gené, want ik vond dat Wilfred Gené nogmaals een goede vraag stelde. Maar Clarence Seedorf ging er niet op in en hield zich heel erg gesloten. En dat is jammer. Maar ja, ik weet niet hoe jullie de uitzending vonden, maar ik vond dat het te veel schuurde en dat het ongemakkelijk was. Maar ja, ik hoop dat jullie nog een hele fijne avond hebben en slaap lekker voor straks. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei, doei, ciao.